staat ze met haar handen tegen de muur aan. En ze zegt, nee, we gaan niet naar het ziekenhuis. Ik moet persen. Sherry, nou wat gezellig dat we er zijn. Nou, wat gezellig dat jullie er zijn. Wanneer is Billy precies geboren? 6 mei. Nena is jouw partner en zij heeft Billy gedragen. Ja, zeg ik dat goed zo? Nou, je zegt het eigenlijk heel goed. Hoe en waar is Billy geboren? Hier, in Scheveningen, bij ons hier in bed. We hebben het ziekenhuis niet gered. Dus het was een beetje rennen doen hier in huis. En ik zeg nee, rustig aan, ik ga de auto halen. Ik kom terug en dan gaan we samen die auto en gaan we naar het ziekenhuis. En op het moment dat ik weer terug naar binnen kom en ik zeg kom gaan, staat ze met haar handen tegen de muur aan. En ze zegt nee, we gaan niet naar het ziekenhuis. Ik moet persen. Nou. Wat heftig. Ja, ik zeg het je. Ik zeg het je, het was echt mega heftig. De weeën die kwamen echt al heel snel. Er was al heel snel een weeënstorm. En we dachten van, nee, dat kan toch niet. We zijn net thuis en ik had die avond nog een gig gehad. Dus we kwamen net thuis uit Carré. We hebben nog wild geplast. En we zijn nog even naar de Mac geweest. Gewoon, weet je, want nou goed. Wij dachten, nou, dat kan toch niet. We liggen net een half uur in bed. Dan had ik toch al wel wat eerder wat moeten voelen. Wat een verhaal, zeg. Dus 15 minuten later, toen de verloskundige binnen was, toen is Billy geboren hier. Hartstukje Lego. Borstvoeding. Eerlijk, allebei vind ik prima. Vaatwas uitruimen. Hoe bepaal je nou van tevoren wie de baby gaat dragen? Nou, bij ons was het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Het was eigenlijk gewoon, oké, ga jij als eerst. Ja, zo gaat dat. Zo gaat dat gewoon. Dus bij een eventuele volgende kan het net zo goed maar omgedraaid zijn. Nou, het zou wel heel leuk zijn als Billy straks nog een broertje of een zusje krijgt. Maar we zijn wel heel blij dat we er al één hebben. En als het zo mag zijn, dan wil ik een huis vol. Hoe reageert jullie omgeving op twee vrouwen met een prachtige baby? Nee ja, hoe onze omgeving erop reageert, ja, het is niet meer dan normaal. Mijn neefje die was heel klein toen Nena en ik een relatie kregen, dus voor hem is dat ook heel normaal. Maar we hebben hem dus onlangs, vroeg hij dus van, hoe hebben jullie dat eigenlijk gedaan? En toen heb ik hem dus voor het eerst uitgelegd hoe dat dan is gegaan. En dat was wel heel erg leuk om het hem uit te leggen. En toen kreeg ik ineens van de week een boek binnen van Claudia de Breij. Ook zo leuk. En dat boek heet Hoe maak je een baby? Elke ochtend om 5 uur opstaan. Oh, met een huilende, schreeuwende baby in de supermarkt. Ga ik er zelf ook bij liggen en trappelen op de grond. Ja, ik vind het echt, dat wil je niet. Karate Kid. Ik word waarschijnlijk een ballerina, dus nee, jij mag straks ook gewoon pakje aan. Slaapt Billy in haar eigen bedje? Ja, nou ja, Billy past dus tegenwoordig niet meer in haar bednestje die normaal aan ons bed staat. Dus ja, ze slaapt nu hele nachten in haar eigen bed. En dat vind ik eigenlijk wel jammer, want dan is ze dus niet meer zo dichtbij. En ik lig dus nu met zo'n babyfoon onder mijn kussen de hele tijd naar dat scherm te kijken. Ja, ik ben dus echt zo'n moeder, vreselijk. Vreselijk dat ze straks tegen me zegt op het schoolplein, nee mam, ik loop zelf wel naar binnen, weet je wel. Ja. Sherry-Ann, wat is jouw favoriete slaapliedje? Mijn favoriete slaapliedje? Nou, ik zing eigenlijk al sinds dat ze geboren is een liedje in het papiament. En dat liedje is Ataki mi boka na ni shiri wa je dos wo pa mi mira orea patende. Dus als ze helemaal van slag is, en dat gebeurt wel eens, en dan zing ik dat en dan wordt ze dus helemaal rustig. Nou, ik heb natuurlijk liever dat Nena elke dag tegen mij zegt dat ze van me houdt. Ik neem zelf de schuld op me, ja. Je wilt natuurlijk ook dat je kind eerlijk is, dus ja, dan moet je zelf ook eerlijk zijn. Een geniaal kind natuurlijk, ja. Dan heb je zo'n kind die alles doet wat je zegt. Ja, dat vind ik wel een beetje saai. Ik doe ook niet altijd alles wat mag. Ik ben ook niet altijd braaf, ja. De beste tip voor elke andere toekomstige ouder. Mommy, yes.
dat je op je gevoel moet vertrouwen. En dat je altijd zelf voelt wat je nodig hebt. En dat je daarop mag vertrouwen. Al hoor je van buitenaf, je moet het zo doen, je moet het zo doen, nee, je mag niet. Je voelt altijd wat je moet doen. En daar moet je op leren vertrouwen. En vertrouw er ook op dat het altijd goed komt. Want ja, het komt ook altijd goed.